Ja, goedemiddag, Sport op vrijdag, ruim 40 uur na Nederland-Cyprus. Dus praten we in deze uitzending met Jo van Marle en met Rinus Michels over datgene wat er is gebeurd. We praten ook met Johan Cruijff en Rinus Israël over datgene wat komen gaat, dat is zondag Ajax tegen Feyenoord. Verder onze quiz met Hein Vergeer en Leo Visser en wielrennen. En dat betreft Jan-Paul van Poppel, Nederlands beste sprinter. Bovendien waren we bij Jumping Amsterdam en bij het meest snobistische tennistoernooi ter wereld, dat van Antwerpen. En daar schakelen we nu over live naartoe, want op dit moment spelen Ivan Lendl en Tim Majot. Een toernooi, terwijl u kijkt naar Tim Majot in het Sportpaleis in Antwerpen, dat is gedoteerd met 1 miljoen dollar. Inderdaad, zeer snobistisch, maar er wordt ook toch wel toptennis bedreven. Lendl won gisteravond van Leconte. En deze Majot die won van de Zweed Nyström. En vandaag, u kijkt naar de eerste kwartfinale, spelen nog Wielander tegen Gilbert, McEnroe tegen Metsier en Cash tegen Fibak. Majot die natuurlijk in kwaliteit minder is dan Lendl, maar toch al diverse malen Lendl het moeilijk heeft gemaakt in de vele onderlinge confrontaties. Dat was even, terwijl ik nog naar de monitor keek, de tennis. Uiteraard komen we aan het eind van deze uitzending terug op deze partij tussen Lendl, de grootmeester, en de Amerikaan Majot. Binnen- en buitenlandse kranten staan er nog bol van. Van het bomincident bij Nederland-Cyprus dat verstrekkende gevolgen kan en vermoedelijk ook zal hebben. Het was een avond vol tegenstrijdigheden. Chaos en paniek overheersten, maar er was ook een vleugje mooi voetbal. Het camerawerk bij deze reportage is van Piet van Strien. Dat leeft voor de rest voor geen meter natuurlijk. Nee, ja, stomme vraag, maar dat komt natuurlijk door het Nederland-Cyprus. Ja, er leeft natuurlijk wat dat betreft veel meer. Het hele voetbal wat dat betreft, denk ik, staat op het spel. Als je volgende week die Europa Cup wedstrijd hebt, wat dus ook weer onder auspiciën van die Zeldu even valt. Stel dat daar, we waren vorige week blij dat we de 5 in zaten en dat het goed gegaan was. Nu heb je waarschijnlijk 5 probleemgevallen. Stel dat er bij een van die wedstrijden wat gebeurt, dan denk ik dat dus die clubs eruit gaan. Waarschijnlijk aan het Nederlands elftal ook. En dan kun je subsequentelijk denk ik dat hele vak wel op de schoot ook gooien. Want dan is het over. Ja, dan moet je wel naar het buitenland, hè? Nee, maar dan is het over. Ja. Over spelers in het buitenland gesproken, Rijkaard. Vertel ons even, je komt net uit de meer, de laatste ontwikkelingen, want ik kan het niet meer bijhouden in de krant. Ja, dat is een beetje moeilijk, denk ik. Gaat hij nou naar Marseille? Gaat hij naar de Porto? Blijft hij nou bij Ajax? Ja, het grootste probleem met dit soort situaties is altijd dat geen één krant het nieuwtje wil missen. En dan komt er altijd weer een nieuw nieuwtje. Ja, ik wil het ook niet missen, dus je kunt het hier bekendmaken. Dus voorlopig is nog niks bekend. Als het bekend wordt, dan melden we dat netjes. Ja. Siloy ben je kwijtgeraakt, je bent Wouters kwijtgeraakt. Er is, terwijl we toch zijn afgerond, werd er tot voor kort hardop gezegd, toch een vlucht naar het buitenland van opnieuw een generatie voetballers. Zet ze die voort? Is dat even te maken met de successen van de Nederlandse clubs? Of zeg je nee, eindelijk ho? Nou, zolang er successen zijn, dan krijg je natuurlijk op de eerste plaats dat er veel attentie is. Is er veel attentie, komen die clubs automatisch. Maar ik denk wat dat betreft dat de spelers ook wel vrij veel zullen leren en vrij snel zullen leren. Dat het niet erg verstandig is om te vroeg te gaan. Want je komt in een totaal ander klimaat terecht. Ja, Marco van Basten zei ik al. Dat is en bedoel ik geen klimatologisch klimaat. Nee, voetbaltechnisch. Dus ja. Totaal anders. Eén opmerking mijnerzijds, de volgende speler had een grote aankoop van Ajax kunnen zijn. Komt-ie. Gaan we samen naar kijken. Je kijkt daarna. Het is leuk om te zien natuurlijk, schoon ik die tweede call die hij voorbereidde. Daar zie je echt iets aparts voor. Maar het houdt al in dat die man zo verschrikkelijk veel overzicht heeft. Als je daar goed naar kijkt en je ziet dat hij hem, als hij hem geen hakje zou hebben gegeven, maar aannemen dan schieten, zou die verdediger bijgezet hebben. Het is gewoon iemand die de bal volledig domineert, veel dingen ziet en een zeer hoog niveau voetballer is. En daarom heeft Ajax zeer recentelijk geprobeerd om deze Magyar, Algerijn, naar Amsterdam te halen. We zijn al een tijd mee bezig. Ja, en dat is mislukt. Dat is over en mislukt. Je vecht natuurlijk tegen een heleboel dingen tegelijk. En de middelen zijn natuurlijk één kant. Het belastingklimaat is twee kant voor zo'n speler wie komt. Dan krijg je nog de situatie, de taal, de kou en noem maar op. Ja. En wat dat er gaat is natuurlijk voor zo'n zuideling, zijn zuidelijke landen natuurlijk meer in trek. Ja, hij schijnt naar Atletico Madrid te gaan, dus die aankoop gaat niet door. Houdt het wel in dat je toch nog met Ajax gaat aankopen, korte termijn? We blijven zoeken en als je dus ziet dat we dat zo'n beetje op het oog hebben, dan wil zeggen dat je dus naar een bepaald hoog niveau uitkijkt. En dat houdt dan ook weer in dat het moeilijk zal zijn om te vinden. Ja. Nog even naar de zondag. Is in jouw ogen Ajax Feyenoord nog altijd een klassieker?
Jawel, zonder enige twijfel. Goed, Ajax Feyenoord, ik onderbreek je even om te gaan kijken naar beelden van Ajax Feyenoord, nog altijd die klassieker. Is er langs en wordt gevoerd. Muren. Ingekopt. Dat kan buitenspel worden, nee, zwart. Zuurbier, geen buitenspel, hij kan alleen doorgaan. Wim Zuurbier, en dat doet hij. Keizer is voor en Kruijf! Rinus Israël. In de diepte naar Schoenmaker. Schoenmaker terug naar Israël. Schot! Ja, hij zit erin! Kruijf, geen buitenspel. En dan komt Keizer en die komt tussen de doelpunt. Een schitterende goal van Piet Keizer. Goed gezien van Bogaert. Dit buitenspel van een andere Ajax-speler dan de bal die achter de bal ging. Daar is Van Hanen geweest, de kans. Nog steeds heeft hij een kans in voor de doelpunt. Eri. Uitstekend voorgetrokken. Daar is Van Hanen weer. En Wim Jansen. Ja, Wim is goed. En een schot. En dan een schot. En het is een doelpunt. En het heeft niks. En Blankenburg alleen kan het niet redden. Heel hard schot en een goal! Ja, het blijft mooi om zomaar oude beelden te zien. Ajax Feyenoord in Israël. Toch een klassieker, zegt Johan Cruijff. Is er bij jullie al over Ajax Feyenoord gesproken? Ook weinig. We weten dat hij op de kalender staat, dat is alles. Je bent al op tijd zondag, toch? Zeer waarschijnlijk komen ook nog met 11 mensen. Nou, dat is al hoopvol. Ja. Maar aan de andere kant is het typerend voor een situatie dat jullie als trainers, als spelers, want ook de spelersvakbond VV6 gaat dit weekend, meen ik, acties ondernemen om toch een gebaar te maken naar het publiek toe. Is dit een levensgevaarlijke situatie voor de bedrijfstrak, zeg ik wat overdreven, dus aanhalingstekens, betaald voetbal? Ja, dat klopt. Net wat Johan al gezegd hebt, als een in die UEFA Cup wedstrijd of die Europa Cup 1 en 2 wedstrijd wat gebeurt, ja, dan kan het wel eens gebeuren dat Nederland zwaar gestraft gaat worden. Ja. En dan zijn wij bodeloos. Dan moet ik misschien weer de straat op om af en toe wat met die stenen te gaan. Ja, was ook een eerzaam beroep trouwens, hoor. Heel eerzaam. Ja. Laten we toch gaan praten over een week die heel belangrijk was en is voor het Nederlandse voetbal. We hebben gehad het Nederland-Cyprus. Nu Ajax Feyenoord. Daarna krijgen we HSV Ajax in Amsterdam en Aberdeen Feyenoord in Rotterdam. Wat een planning, Rinus. Ja, daar zijn we niet gelukkig mee. Die wedstrijden van de UEFA Cup en Europa Cup 2 die staan vast. En ik denk dat Huibrecht er gewoon vanuit te gaan is dat we allebei in eerste ronde eruit gekegeld zouden worden. Want anders kan ik het niet plaatsen dat hij die wedstrijd juist voor die woensdag neerzet. Ja, ik denk maar, Johan, dat jij diezelfde mening hebt daarover. Ja, en plus dat je dus in zo'n week, in toch een hele belangrijke wedstrijd van de Nederlandse competitie, dat je dus een stuk of 6 spelers kwijt bent. Dus de voorbereiding is dus natuurlijk altijd al gebrekken. Heb jij maar zo mee, hè? Ik heb ervoor gezorgd dat er maar weinig bij zijn. Ja. Ajax Feyenoord is een wedstrijd die normaal gesproken toch weer op het scherpst van de snede wordt uitgevochten. Dat is weer een risicowedstrijd. Ga je met je spelers daar toch inspelen? Ik vind dat het al eerder had moeten gebeuren. Dat voetballers een gebaar maken naar het publiek en zeggen van ho, dit kan niet langer meer. Ga je dat zondag toch proberen? Nou, dat heb je net op ons gezegd. Er is een afspraak gemaakt dat de spelers van Ajax en Feyenoord gecombineerd het veld opkomen. En wij sloffen, Johan en ik sloffen er ook achteraan. Het gaat wandelen, dus we kunnen het allebei volgen. En zodoende proberen aan die mensen te laten zien dat, ja, dat we het toch erg belangrijk vinden als er in die wedstrijd niks gebeurt. Ja, het gaat beter met Feyenoord, voetbaltechnisch bedoel ik. Het gaat beter met Feyenoord, want vorig jaar was de achterstand op de top aanzienlijk groter. Je hand wordt langzaam zichtbaar. Ik ben niet gelukkig met mijn hand dan, want we staan 7 punten achter in de competitie. Kijk, we zijn misschien wat evenwichtiger geworden, wat stabieler. En dat is het positieve van de Feyenoord van nu. Ja. En Ajax heeft, net zoals Feyenoord, dat in Aberdeen een redelijk resultaat heeft geboekt, hebben jullie zeer verrassend in Hamburg gewonnen. Daar moet je ontzettend blij mee geweest zijn. Niemand durfde tegen jou te zeggen, maar ik dacht toch van nou, die Cruijff was achter Laan uitgestuurd, want winnen geblazen, dat is er bijna in topwedstrijd niet meer bij. Ja, nou goed, dan kun je wel terug aan de 2 jaar geleden. Die verhalen kennen we allemaal. Dus het is nou eigenlijk het minste waar je een druk om kan maken, moet ik zeggen. Je bent met bepaalde dingen bezig en op een gegeven moment lukt dat of lukt het niet. En het enige wat je dus kan doen is je best de dingen zo neerleggen zoals het hoort. En het is eigenlijk hetzelfde verhaal als net aangehaald hebben met het Nederlands Cyprus. Je kan allerlei problemen tevoorschijn toveren.
Ik denk dat er één bepaald belangrijk iets is wat ook iets bewezen heb en waar ik tot nu toe weinig over gelezen heb. Dat is op een gegeven moment dat er dus een sociale controle op de tribune plaatsvond. Ik weet niet of je dat gebeurde toevallig recht tegenover me. Iemand gooide iets of zoiets dergelijks en werd meteen aangewezen. Nou, ik denk dat je dan wat dat betreft op de goede weg bent. En dat je dus in die vakken dus een sociale controle krijgt. Doet er iemand wat, dan moet die verwijderd worden. Ja. Dat is je enige redding. Ja. Laten we hopen voor het voetbal, voor die aardige sport, dat Ajax Feyenoord zondag normaal verloopt. Al dus Rinus Israël en Johan Cruijff. Zondag in de meer tegenover elkaar. In de meer is het twee heel normale trainers. Maar je hebt erbij... Wa 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 w